We zijn vandaag op de eerste dag van de Zorg en ICT-beurs. En ik sta hier naast de Actis-stand. En aan de andere kant het Actis Theater. Daar hebben we zojuist onze presentatie mogen geven over datagedreven werken in de ouderenzorg. We hebben een mooi theoretisch frame kunnen presenteren over wat datagedreven werken in de ouderenzorg nou is. Maar beter nog hebben we twee zorgaanbieders bereid gevonden om hun ervaringen met datagedreven werken te delen met alle deelnemers die aanwezig waren. Ik heb zelf een achtergrond als verpleegkundige en dat vind ik altijd heel mooi en handig om mee te nemen in mijn werk als adviseur. Datagedreven werken betekent voor mij dat je goed onderbouwd keuzes kunt maken om je organisatie zo goed mogelijk te laten draaien. Om het zo goed mogelijk voor je medewerkers in te richten en uiteindelijk natuurlijk zo goed mogelijke zorg voor de cliënten neer te kunnen zetten. Ja, oudere zorgorganisaties en de zorg in het algemeen staan natuurlijk voor best wel wat uitdagingen. Krapte op de arbeidsmarkt is een van die uitdagingen. Maar ook stijging in de zorgvraag. Mensen moeten langer thuis wonen. Ik denk dat je dat soort problemen onder andere goed kunt oplossen met datagedreven werken. De kansen op datagedreven werken zitten hem echt op grip krijgen in de turbulente wereld van de zorg. Dat betekent grip krijgen op strategisch niveau. Hoe kun je bijvoorbeeld de demografische omgeving goed in kaart hebben, zodat je daar als organisatie goed op strategisch niveau op in kunt spelen. Maar betekent ook grip krijgen op je bedrijfsvoering, grip krijgen op je HR-beleid, grip krijgen op de indoor- en uitstroom van je personeel. Maar betekent ook grip krijgen op de kwaliteit van zorg. En misschien nog wel belangrijker in de ouderenzorg is kwaliteit van leven. De ouderenzorgsector is wel een sector van veel tradities. De ouderenzorgsector is ook een sector waar digitale vaardigheden nog niet altijd op het juiste niveau zijn. En dat zijn denk ik wel belangrijke elementen die je nodig hebt om het datagedreven werken goed in de organisatie neer te zetten. Dus de uitdaging zit hem echt in de organisatie meekrijgen in de verandering die nodig is om meer datagedreven te gaan werken. Mijn grootste tip is eigenlijk, ga het gewoon doen. Ga gewoon experimenteren. Ga ervaren hoe het is om datagedreven werken in je organisatie neer te zetten. Ga ervaren wat het je kan opleveren. En het mooie van experimenteren is, als het een keer niet lukt of het geeft je niet de gewenste resultaten, dan heb je er sowieso iets van geleerd. Dus ga gewoon aan de slag en vergeet niet je hele organisatie mee te nemen.